We zijn bij Mike's Live via CEO. Hier ziet u Gert en Gerrit. Ze gaan even wat balletjes stoten. Dus kijk en geniet. Ik heb mijn tricks ook laten maken van de vanmiddag. Echt mooi, hè? Ja, dat is mooi, hè? Als je dat goed kan. Kijk eens. Ja, netjes. Keurig, hoor. Lang genoeg, oh. Kort genoeg. Zo probeer. Dus dan de derde stikkel ongeveer. Voelen, hebben en erop. Keurig. En je moet het ook een beetje makkelijk maken voor jezelf. Nu al 11. Dus als je 12 keer 0,3, 3, dan kom je op 4 uit. Hé, 12 keer 0. Keer 0,3, 3, 3, dat is 4. Ja. Als je 13 keer 9, 2, 3. Even dikker, hè? Even dikker. Zie je, Gert, hoe het gaat? Kijk, die lijn, hè? Klapje, kort klapje, plop. Zo, ja, kijk. Ik ga mijn naam in komen. Ja. Maar is het dan niet steeds veiliger om via die bal te spuiten? Nee. Niet altijd. Ik kan hem ook in ene erop spelen, op dikte. Ja, ik heb met de borst. Ze zoeken elkaar op. Maar gewoon lekker durft, hè? Ben je niet te dik voor het gewone punt, maar... Heb het nog, hè? Zeker kans. Dat is nou... Dat twijfel inderdaad of je maar aangedeeld. Ja. Dan twijfel of je dit hebt. Ja, je moet daar wat luchtiger. Als je dan gewoon deze keer klaar, ja. Dan ga je dan ook maar inderdaad. En dan best nog maar wat. Want je stond eigenlijk heel goed, maar je gaat heel veel praktiseren, waardoor je eigenlijk te veel doet. En dat gaat heel leuk is het ook. Gert heb ik ook wel aardig met zijn techniek vooruit geholpen. Kijk, hij maakt niet altijd punten, maar hij richt wel als een tijger hoor. Want hij is wel heel rustig aan het skieten. Zie je? Kijk, hij kan wel mooi skieten hoor. Zie je? Pak op die bal natuurlijk een beetje korter. Kijk, dit is ook een mooi balletje op dikte van Gert. Hoeft niet hard, gewoon half dik, 1/3 en dan tik. Hoppa, zie je? Kijk, soms moet je ook gewoon nuchter spelen. Nog 3. Eigenlijk heel wat over, zeg maar. Maar je moet gewoon wel dikke brood gaan staan. Klein tik geven. Tik, niet te hard, rustig. Tik. Dat is al veel te hard. Ja. Kijk, dan mag je even goed door, want hij doet het gewoon. Ja, zeker. We hebben ook wat dingetjes. Oh, de Leekoek. Uit Wellingen gaan.
Wellingen. Ja, ook hartstikke mooi daar. Ja, het is dezelfde bal. Beetje goed je schouders erin, hè? Lang maken je schouders, dit is wel lang. Is het toch heel goed, Bik? Onderaan je bal. Ja, je moet het verse zitten. Nee, dat is wel goed, dat is wel goed. Dikker in. Ja, joh. Ja, joh. Ja, ja, kijk eens even, man. Keurige bal. Mike's Beard trainingsspel helpt u goed afstoten. Dus wilt u beter leren biljarten, dan kunt u het spel bestellen bij Mike's Live Beard Studio. Daar naartoe. Ja, kijk, dus dit is je bal. En gaat je keu, die gaat daar naartoe. Dat lijkt het zo makkelijk, hè? Het is echt zo ongelooflijk vervelend. Dus je gaat opwaarts staan, onderaan je bal. Mooi in je dikte. En waar gaat je keu naartoe? Daar naartoe. Dan heb je hem al voor je rug, hoor. Echt waar? Ja, wat denk jij? Ja. Ja. Dat is heel goed. Maar ja, kijk, als je hier gaat staan, dan zie je dat je dik zit. Ja. Dus kijk, als je hier gaat staan, daar naartoe. Hier gaat staan, daar naartoe. De kunst is inderdaad gewoon die techniek vasthouden. Dat is het. Rustig, kijk, stoot maar weg verder. Hup, erin. Stoot het in. Kijk, dat moet makkelijk. Hoe mooi die ook is, hè? Maar je moet gewoon veel makkelijker naar. Je moet het veel luchtlediger zien. Dus dit is erin en door. Ga er maar erin. Zo ja, kijk, rustig erin. En rustig blijven staan. De afstand maakt niet uit. Hier is de diepte. Kijk, de dikte. Het mooi in je dikte gaan staan. Dus je dikte en dan hup. Er doorheen. En rustig terugtrekken. Het is dus heel agressief. Spel je die streep op de MC, wil je door de ring heen. Dus streep je. Wat zegt ze? Kijk, je moet je keu naar voren brengen. En dan zie je helemaal. En daar ga je ook weer aan mee. De pol in. Kijk, je gaat van die duik op. Ja, dat is ook goed. Ben nog maar even verder. En dan ben je ook nog rechts. Niet geïsoleerd zien. Ja, zie je hoe nieuwsgierig je steeds bent? Doe. Ja, ik zag van de deur. Ja, Marta stond er ook steeds. Wij staan ook voor de deur. Kom. Ja, ik moet hem even laten hangen. Ik trek hem terug, ja. Ja, je moet hem niet terugtrekken. Kijk, aanleggen. En naar voren. Ja. Terug. En omhoog. Aanleggen. Naar voren. Terug. Ik weet niet of je dat nog eens, kijk dat ravijn, kijk als je een trek zou maken en je valt in een ravijn, kijk nou is het net of ik kijk of ik wegglij, kijk dan zou ik vallen. Maar kijk, ik sta dus met mijn hand, mijn voorhand op die tafel, maar mijn gewicht, mijn gat zeg maar, die valt naar achter. Maar ik moet daar op blijven staan, dus ik sta op het randje met mijn voeten, sta ik op het randje van het ravijn. Dus als ik gestoten heb, dan sta ik al op het randje en ik moet in het ravijn blijven staan. Kijk, dus anders zou ik vallen. En dan kijk ik, dan krijg je dat hele losje. Want als jij ergens op staat, dan sta je ook zo met je gewicht. Je moet geconcentreerd blijven staan, dat ik niet val. Ja, precies. Dus dat die draad zou ik hier ook op. Ja. En stoten. En kijk naar je keu als je gestoten hebt. Kijk naar je keu, terugtrekken je keu. Hé, hey, hij doet het ook nog. Die moet je erin krijgen, hè? Dat je dus blijft staan in je stootlijn. Dus als je aanlegt, kijk, je legt aan op geel, niet denken hij moet raken. Je zegt gewoon stootlijn, terugtrekken. En hij doet het nog even. Waar kom je? Daar naartoe. En dat kan je gewoon op diepte heel zachtjes spelen. Maar wel met een stootlijn. Een stootlijn. Terug. En omhoog. Zie je? Terug. En omhoog. En de ballen gaan. En gewoon rustig naar een streepje toe gaan met je lijn.
Was je dikte stomen? Rustig stomen, rustig. Nee, je hoeft niet te kijken. Een lijn keurig, terugtrekken. Kijk, wat je nu doet is te veel energie geven op geel. Daarom loopt hij weg. Zo. Maar probeer hem maar te dun te spelen, Gerrit. Dus te dun. Dus niet te dik, even dun. Meer blauw zien, hè? En rustig naar voren. Rustig op lijn. En aan je lijn blijven. Ik zou rustig naar voren. Terugtrekken je keu en omhoog. Kijk, heb je hem al? Kijk, nou plaats je hem in de ene erop. Kijk, dan ga je de ene erop. Nou, de dikte. En dan kom je weer in de lijn uit. Dus daar gaat rood heen. Hebben, stoot. Terugtrekken je bal. Zie je dat? Ja, het is fantastisch. Kijk, en dan ben je in twee stoten. Ja. Ja, heel goed. Niet te dik. En gewoon rustig stoten. En, blijf, en trek je lijn terug. Maak een lijntje. Tik. Rustig tik maar. Ja, rustig. Oh, ja. En dan terug met je keu. Omhoog komen. Kijk, ja, perfect. Perfect. Nou doe je het al heel zuinig, hè? Je kan ze met je achterhand. Kijk, zo. Als ik hem hierheen trek, mijn achterhand, ga ik dikker. Zo ga ik dunner. Kijk, dunner, dunner, dunner. Kijk, hier ga ik hem missen. Hier ga ik hem missen. Dunne, dunne, dunne. En stoot. En terug. Zie je het nog een keer? Eerst de bal voelen, dat je hem hebt, zeker weten. En dan even dunne, tik. Terug. Okay, dit is maar zie je hoe gauw je kijkt weer. Hier zag u Gerrit prachtig kermoos maken. Zijn zoon Freek die kan ook wel een aardig balletje meestoten. Wilt u biljartles? Bij Mike's Live Biljartstudio neem gerust contact op. Zo mist u geen karambol. Subscribe en stay tuned.